Oké. Ja. Waar heeft u last van, meneer? Meneer de agent, waar heeft u last van? Meneer de agent, u had last, hoor ik. Ja. Ja, waar heeft u last van? Waar heeft u last van? Hallo, meneer, hallo. Waar heeft u last van? Vertel het even, waar heeft u pijn? Ja, hallo, waar heeft u last van? Meneer, waar heeft u pijn? Vertel het nou eens even. U kunt zich mentaal en geestelijk helemaal uitkleden voor ons, hè? Geen probleem. Want ik hoor dat ik ook klink als Moffel Piertje, dan Piertje van Moffel en Piertje. Zometeen na de pauze krijgt u de kans voor de ontknoping hiervan. Maar eerst... Hey, goeiedag. Dit zijn de sponsorberichten voor deze week. Voelt u zich af en toe ook zo vervelend? Neem dan een lekkere Chupa Chup cola smaak. Ze zijn er weer hoor. Yay! In de hoeveelheden 150 en 125. Heet u Diego? Koop hem dan snel voor Sarissa. Dit gaat zo elke dag hier trouwens. We zijn allemaal volwassen trouwens. Dat is waar. Hoort ze nu gewoon zo even kijken in zijn reet. Gewoon en dan surprise met de fucker. No. Wat gebeurt er? Gaat goed. Is het vast in je? Oh, oh! Auw! What the fuck? Ik sta met mijn rug naar hem toe. Ik bedoel met mijn buik naar hem toe. Handen! Benen! Maar je bent dood, je bent niet leuk mee. 19 Leenstraatjes 2 richting Blokkenpark. Wie is begonnen met blauwe haar? Was dat Havo of iemand anders? Havo. Hij is Havo, oké. Weet je als wie hij klinkt als je dat stemmetje doet? Vertel. Als Pier van Moffel en Piertje. Echt ja, precies gewoon. Ja, dat heb ik vaker gehoord van Piertje van Moffel en Piertje. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even daarbij, dan koekeloeren we, 45 minuten en eenmaal liet ik je erin achteroffen. Iemand maakt gewoon een melding. AUB met tempo. Wie? Gewoon ben je dag hoor niet, gast. Ja, is toch zo. Ik ben geen psycholoog, dus met mij kan je niet Oost, praten. Oost. Hebben jullie die wel? Ja, maar dat is alleen de leiding en die heeft wel druk. Dus, ja, dus dan moet ik maar voor de rest van mijn leven met PTSS rondlopen. Ja, gok van wel. Oh. Nou, mooie lul ben jij. Ja, ik kan er niet veel aan doen, toch? Jij kan er gewoon even met mij praten. Wat wil je zeggen? Ja, gewoon dat ik heel angstig ben. Dat is vervelend. Ja, dankjewel. Zoals je merkt, ik ben geen psycholoog. Hij is er niet bevoegd voor, kan ik je vertellen. Nee. Hij had tenminste zijn best kunnen doen. Kijk, Avo, het wordt gezellig, ja? Weet je waar we over gaan? Avo, weet je onze Reinie Montana? Wat? Ja. net. Misschien ben jij een melding gereden in verband de hele tijd piktrekken. Kijk. Wat? Is dit voor ritueel? Ja, dit jongens, is even naar beneden. We zijn hier even speel de tea aan het spelen. Kom. Het ziet eruit als een ritueel, maar goed. Ja, dit is een ritueel dat hij ook zo meteen rood wordt. Dus pas op, want ik ga jullie van het dak af lanceren. Dan geef je maar in het echt. Ik wil geef me het echt. Oh god. Oh nee. Dat gaat niet goed. Oh, ja, en de wieker zie je, wieker zijn kapot. Idioot, jongen. Wat zie je? Auw. Wat doe je nou? Kijk. Auw. Deze man zegt ook gewoon auw. En trouwens, ik hoop dat te overleven, ik moet even Twitter al tabben. We zijn gewoon bekend. Sick. We gaan dood. Oh, Avo zegt dat altijd. We gaan dood. Diego! Nul, jongen. Ik zeg gewoon dat het mee boeit dan niet waar ik in de grond steek. Zolang het erin zit. Dat klinkt bijzonder. Dat klinkt heel raar. Wat was dat voor een kaliber? 9 mm? Ja, 9 mm, ja. Heeft hij vaker 9 mm in je gehad? Nee hoor, ik ga liever voor die grote. 30 centimeter. Ja. Hij ook. We kunnen hem ook ritueel van het dak afgooien. Komt u maar mee? Ja, in mijn ding. 100 euro voor de eerste die eraf springt. Ik wil ook eigenlijk wel een keer springen, jongens. Mag dat? 1000 euro. Ja hoor. 1000 euro voor degene die volgende keer springt. Oké, nou dus. Nee hoor, ik kom er zo meteen wel even kijken. Oh jezus. Ik ga eerst even een half keer op zijn omhoog helpen. Wacht even, sorry. Is er over een weekje of over twee weken? Maar ik weet, zo, ik begin helemaal emotioneel te worden. Gaat lekker, jongen. Ja.
Maar laat ik zeggen dat ik nog nooit eerder nu echt serieus progress heb gezien waarvan ik denk van oké, dit gaat nu echt erger zijn. Maar toch leef je vanavond lekker mee. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje en met je voor een drankje. Gaat dit in de pit, jij voelt je de shit. Schat, drink me van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt. Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai het met die pil. Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy.